NEC is de tweede seizoenshelft goed gestart. De Nijmegenaren zetten in Tilburg een nette 1-0 overwinning op het scorebord. Alle andere clubs uit het rechterrijtje verloren. Ja, dat hebben we voor de wedstrijd ook gedacht. Ne? Alle teams hebben verloren. Dan heb ik naar de jongens gezegd, oké, we hebben één probleem, dat zijn wij zelf. Wij moeten proberen hier te winnen. We hebben tegen Willem twee dingen heel slecht gedaan. Wat gegenpressing betekent, was een beetje ruimte achter Dumic en Golle. Dan waren we nog een beetje te groot in de afstanden. En we hebben heel goede dingen ook gedaan. In omschakelen hebben we goede dingen gedaan. We kunnen de bal beter vasthouden nu. En we hebben nu zo acties 1 tegen 2, 1 tegen 3 situaties die we nu ook winnen kunnen. En we hebben ook een beetje gewonnen van de bank. En dat was dan natuurlijk ook niet de hele seizoen zo. Nu de griepepidemie voorbij is, is de hele selectie weer fit. Dat lijkt een resultaat van de trainingswijze van Peter Hyballa. Ja, ik train alles met bal. We doen heel veel speelvormen. Maar ik zie toch dat wij misschien, ja, we trainen heel intensief. Also, ik zeg maar, in de boek staat 2 keer 3 minuten een toernooi en 4 tegen 4 en ik doe dan 2 keer 5 minuten. En natuurlijk met mijn coachingstijl altijd er bovenop zitten. Ja, ze komen niet in de nooduitgang. Ze moeten echt meedoen. Als iemand niet meedoet, ja, dan schop ik hem eruit. Omdat dat is de manier of team, dat is de manier of team spirit. En dat is ook de manier hoe we krachtig worden. En als ik ook zie wie nu de talenten ook krachtig worden, ja, is dat goed? Is dat een goede idee? En we hebben geen blessures. Dat is eigenlijk, ja, een beetje onnormaal. Dat we zijn echt alle fit. Alleen voor deze weekend is Jeffrey Leverkabessi en Frank Sturing onfit geblesseerd. En alle anderen zijn fit en echt topfit. Zondag staat de thuiswedstrijd tegen Rode JC op het programma. Ja, ik denk dat alle twee ook een beetje weer op omschakelen gaan. Bij ons verwachten ze nu alle dat we natuurlijk het team uitspelen. Maar dat is natuurlijk ook een grote val die Roda stellen kan. Also Roda is echt goed en ja, in defensief tegen de bal. We hebben echt tegen grote teams in de Eredivisie ja, 0 tegen doelpunten gekregen. Of 1 of misschien maar 2. Maar hem heeft gelijk gespeeld. En als je gelijk speelt, betekent dat altijd, ja, je kunt winnen, je kunt verliezen, maar je bent altijd zo in de buurt. En ik heb Roda 4, 5 keer gezien. En dan denk je, ja, nu moeten ze scoren. En dat doen ze nog niet, maar misschien doen ze het hier. Ja, dat is een heel gevaarlijke team. Een heel gevaarlijke team vind ik dat, Roda. Zondag om 2:30 in het Goffertstadion in Nijmegen. NEC, Roda JC. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.